Welkom bij het Haagse TV-journaal van maandag 14 maart. Vandaag in het nieuws. Hagenaars pitchen ideeën voor de stad. Energiebeurs voor een duurzamer Den Haag. Maar nu eerst, Kartini-prijs uitgereikt. Ladane Oudenaarde Mohammadi heeft de Kartini-prijs gewonnen. Ze kreeg de gemeentelijke emancipatieprijs zondag tijdens de viering van Internationale Vrouwendag in de Haagse Hogeschool. De Kartini-prijs en de bijbehorende 2500 euro werd uitgereikt door wethouder Karsten Klein. Dames en heren, de winnaar van de Kartini-prijs 2016 is geworden Ladane Oudenaarde Mohammadi. Nou, de winnaar die heeft zich in het bijzonder ingezet om buitenlandse vrouwen te laten emanciperen. Geïsoleerde vrouwen. Nou, dat begint met taallessen. En als je de taal leert begrijpen, dan kun je ook gaan werken. En ik moet zeggen, mijn eigen moeder komt ook niet uit Nederland. Die heeft dat ook op die manier moeten doen. Alleen had je toen nog geen taallessen, maar heeft mijn moeder dat gewoon van achter de radio gedaan. Dus het is wel iets veranderd, maar het blijft gewoon het principe dat je de taal leert en daarmee aan de slag gaat. Dat blijft een eerste vereiste. De emancipatie van vrouwen en dan met name ook economische zelfstandigheid, een baan kunnen hebben, een betaalde baan. Dat goed kunnen combineren met je thuissituatie, goede verdeling met je partner, ook hoe je dat allemaal doet. Ja, dat blijft gewoon heel erg actueel. We zien nog steeds dat vrouwen daarin achterblijven eigenlijk bij mannen. En ja, de barrières die daarin zeg maar te vinden zijn, die willen we toch proberen zoveel mogelijk weg te nemen. Zodat mensen minder afhankelijk zijn van hun partner en zelf gewoon hun boterham kunnen verdienen. Mohammadi is voorzitter van de Stichting Ontmoeting met Buitenlandse Vrouwen en zet zich al jaren in voor verschillende emancipatieprojecten in de stad. Ze focust zich nu op de Vluchtelingenacademie. Degenen die Nederland al goed kennen of hier zijn geboren of geen probleem hebben, kunnen zelf hun weg te vinden. Maar er zijn heel veel mensen die door omstandigheden of als meer vluchtelingen, die hebben geen kans om hier ze zijn kansarm. Dus daar hebben een kleine steuntjes nodig, want ze zijn mensen die enorm lef hebben. En ze kunnen echt heel veel. En ik vind het enorm jammer dat dat als vergeten wordt of niet gezien wordt. Met een klein ondersteunen zien we dat ze zijn echt een enorme vooruitboeken. Dat geeft mij enorm energie als ik zie dat door mijn inzet iemand kan vooruitboeken en ook trots op zichzelf zijn. Isoleren, biologisch eten en zonnepanelen. Je vond het gisteren allemaal op de 5e editie van de Energiebeurs. Veel mensen kwamen ervoor naar het atrium, zoals José Bol. Nou, ik wil dus kijken of er voor mijn huis nog diverse mogelijkheden zijn om te gaan isoleren. Het dak, de vloer en allemaal dat soort mogelijkheden. En wat... Hoezo? Is het een beetje koud bij jou? Ja, her en der tocht het nog bij mij in huis. En ik zou dat graag toch de energierekening wat terug willen dringen, nog meer. Het is een grote beurs, hè? Het is een grote beurs, ja. Dus ik ben er nog niet helemaal doorheen. Dus wie weet wat er nog meer voor mij mogelijk is. Duurzaam Den Haag, organisator van de beurs, is heel tevreden over de opkomst. Het is heel erg druk. Er zijn enorm veel stands met heel veel verschillende initiatieven. Veel professionele adviseurs die dingen kunnen leren over hoe je duurzaam je woning en om je woning omgaat. Echt, het is heel erg leuk gewoon. Een van die stands was Zon op Museion. Het is ontstaan vanuit het Buurtenergie Statenkwartier. Daarvan is een corporatie opgericht, dat heet Zon op Museion. Dat houdt één collectieve zonnepanelen op andermans dak. Dus mensen die geen eigen huis hebben, die geen eigen dak hebben of een lastige VVE, kunnen meedoen met zonnepanelen, ook salderen, dus terugverdienen. En dat is ook voor minder vermogende mensen heel interessant. En vandaar de postcode Roos. Daardoor kunnen andere wijken naast het Statenkwartier meedoen. Dus het is veel breder dan het Statenkwartier, maar het is een Statenkwartier initiatief. Bij Zon op Museion was het druk. Maar niet alleen zonnepanelen waren populair op de beurs. Nou, zonnepanelen doen het heel goed, maar ook bijvoorbeeld LED-verlichting daarachter. Dat is natuurlijk, mensen denken soms nog van nou LED, dat is van dat harde, vervelende licht, maar dat is helemaal niet waar. Dus dat zie je veel en veel isolatie, want daar kun je heel veel energie en geld mee besparen. En het levert ook meteen gewoon een heel fijn huis op. Kortom, de beurs was een groot succes. Volgend jaar weer? Ja, volgend jaar weer. En dan willen we nog meer mensen en nog meer activiteiten. Onder de noemer Ruimte voor de Stad roept de gemeente bewoners op om met ideeën te komen voor de stad. En afgelopen weekend werden tientallen ideeën gepresenteerd in de megastores. We zijn bij Ruimte voor de Stad. Dat is een initiatief waarbij bewoners, een aantal ontwerpteams, een coalitie vormen.
En samen nadenken over hoe de stad er in 2040 uit gaat zien. Dus leuke ideeën bedenken, ideeën die gerealiseerd kunnen worden. Dat gaat over de openbare ruimte, over nieuwe woonvormen, over hoe je samenleeft. Zo creatief mogelijk en innovatief mogelijk. Zo heeft Henk-Jan Hollander een innovatief idee voor de Pax Christi-kerk in Mariahoeve. Wij kijken naar een kerkgebouw in Mariahoeve aan het Kleine Loo. Dat is de Pax Christi-kerk en deze kerk moet vernieuwd worden. Omdat die gewoon tegenwoordig heel ander gebruik kent dan vroeger. En de kerk willen we graag voor een deel handhaven. En dat doen we door erachter een woongebouw te maken. Wat mooi uitkijkt over de voetbalvelden. Waardoor weer veel mensen in Mariahoeve kunnen wonen. En met de opbrengsten van dat woongebouw gaan we de kerk helemaal restaureren. En ook een stukje nieuwbouw doen. De kerk is verouderd. Er zit een asbestdak op. Hij vreet energie. Allerlei groepen willen er gebruik van maken. Maar dat botst nu met de huidige plannen. En daarom hebben we een hele nieuwe indeling ervoor ontworpen. Er zijn, alle stadsdelen hebben een ontwerpteam. Een gebiedscoalitie waar bewoners, ondernemers en ontwerpers samen nadenken over hun stadsdeel. Dus er wordt de kennis bij elkaar gebundeld, zodat we het echt kunnen gaan maken, de toekomstvisie. Ja, wat gebeurt er uiteindelijk met die plannen en ideeën allemaal? Ja, dus dat wordt samengevoegd tot één visiedocument over de stad. Want wat leeft er allemaal? Hoe kunnen we dat nu strategisch in stappen in praktijk gaan brengen eigenlijk? Het MCA Westeinde neemt maatregelen tegen de toenemende druk van verwarde personen op de hulpverlening. De nieuwe spoedeisende hulp die in 2017 opengaat, krijgt aparte kamers voor psychiatrische patiënten. Twee aparte kamers moeten voor meer rust gaan zorgen. Daar hebben zowel de psychiatrische patiënten als de andere patiënten baat bij. De uitwedstrijd van ADO Den Haag tegen FC Utrecht is zondagmiddag geëindigd in een gelijkspel. Eerst leek het erop dat Utrecht ging winnen. Halverwege stond de thuisclub met 2-0 voor. Maar ADO wist zich terug te knokken tot 2-2. De Haagse goals werden gescoord door Danny Bakker en Mike Havenaar. ADO stijgt daardoor van de 13e naar de 10e plaats in de Eredivisie. De Haagse actrice en zangeres Naomi van der Linde speelt een belangrijke rol in de musical Amandla Mandela. Naomi vertolkt de rol van Zenani, een dochter van Nelson en Winnie Mandela. De musical is tot eind april te zien in het De La Mar Theater in Amsterdam. Ruim 20 senioren uit het Laakkwartier hebben stevig gerepeteerd voor de dans- en ontmoetingsvoorstelling Laak kijk in mijn ogen. Zang- en dansgroep Bromelia trapte af met een Surinaams lied waarin gezongen wordt je deuren te openen voor anderen en je vrienden te verwelkomen. De Haagenezen openen natuurlijk met het Oerhaagse O.O. Den Haag. In Polonaise en onder begeleiding van klarinet en accordeon. De voorstelling was een initiatief van de gemeente in nauwe samenwerking met de bewoners en leden van muziektheater PRA uit Amsterdam. Ik zag een keer een filmpje op Facebook voorbij komen van een ander project van Stichting Praam Muziektheater. En ik dacht, wauw, dat is iets voor Laak. En eigenlijk hebben we met elkaar gekeken van, kunnen we nou een project verzinnen wat echt past binnen Laak, binnen het multiculturele stadsdeel Laak. En niet een project wat door één iemand is gemaakt. Nee, een project wat echt samen is gemaakt. Dus een project van voor en door bewoners. Echt improviseren, want dat maakt dat er iets heel bijzonders ontstaat. Het idee is om met name senioren in Laakkwartier bij elkaar te brengen en kennis te laten maken. En dat niet alleen, maar echt elkaar te ontmoeten, met elkaar in contact te komen, met elkaar te dansen. En natuurlijk, dat hebben we ook gezien, echt in beweging komen. Wat ik vandaag ook heb gezien is mensen die in een rolstoel zitten, die dan toch opeens met hun handen mee beginnen te dansen. Ja. En dat is inderdaad de bedoeling. Gezien de reacties van publiek en deelnemers is de doelstelling zeker gehaald. Naar een ontzettend leuk dansprogramma en het is schitterend. We hebben er echt van genoten, wij allemaal. Dus het was ook heerlijk om te doen. Ja, ik heb het met plezier gedaan, dat hebben we wel kunnen zien, neem ik aan. Ja, je bewoog aardig. Wat heeft jou over de streep getrokken om mee te doen? Niemand, is dus gewoon een spontaniteit eigenlijk, meer niet. Want we gingen eigenlijk met een club mensen, kwamen we daar naartoe. De buurt waar ik dus in de flat woon eigenlijk, daar komt het op neer. Ja, Willem, maar ja, ik doe overal aan mee, want dat geld is. Ik vind het heerlijk. En dan het weer. Morgen begint bewolkt en grijs. In de middag klaart het op. De temperatuur loopt op naar 7 of 8 graden.
Woensdag wordt het zonnig en droog. De middagtemperatuur ligt rond de 9 graden. En dit gebeurt er morgen in Den Haag. In de Haagse Hogeschool is een lezing door Salomon Kronenberg en Hans-Rutger Bosker, genaamd ik versta je niet. Over waarom er zoveel talen op de wereld zijn en waarom we elkaar toch zo goed kunnen verstaan. En ontdek talent in de nieuwe regentes. In de Haagse spot staan zowel nieuwe als gevestigde cabaretiers, kleinkunstenaars, comedians en singer-songwriters. Tot zover het Haagse TV-journaal van vandaag. Morgen zijn we er weer om 6 uur op Den Haag TV. Meer nieuws is te vinden op onze website, op onze app voor Android en iPhone en op 92.0 Den Haag FM.